staan hier vlak bij de hoofdingang en hier is net het eerste bijenhotel van ProRail geopend. Het idee is dat als je toch bezig bent, dat je wat extra's kan doen voor flora en fauna. Nou, in veel van mijn projecten moet best wel veel hekwerk geplaatst worden. En dat zijn in de regel houten palen. En de aannemer die wij ook hebben gevraagd van, hey, kom eens met ideeën, die heeft bedacht van, nou, als we nou gewoon dezelfde paal nemen, nou, wat gaten in boren, dan plaatsen we daar gewoon zo'n bijenhotel in de vorm van een paal bij. Ja, hoe makkelijk kan je het maken? Een hele eenvoudige maatregel om iets te doen voor wilde bijen. Dat betekent eigenlijk, je maakt een voorziening van hout. Het liefst van verschillende houtsoorten. Zodat de bijen daar, middels de gaatjes die we daarin hebben geboord, zich kunnen voortplanten. Nou, ProRail honing zou natuurlijk super leuk zijn. Ik had net in de kantine al een potje met honing, dus wat dat betreft is het er. Maar je moet niet verwachten dat de honingbijen gebruik maken van de bijenhotels. Er zijn in Nederland meer dan 300 soorten bijen, waaronder ook de honingbij. Maar dat is eigenlijk een ander type bij dan zeg maar die wilde bijtjes die in dat hout zitten. Nou, dat is een moeilijke te beantwoorden vraag wanneer we de eerste hotelbezoekers wachten. We hebben zelfs gedacht van misschien moeten we ons aanmelden bij Airbnb, dat die kamers verhuurd worden, maar dat is moeilijk te beantwoorden. Ja, ligt in de verwachting dat in het voorjaar wat meer gebruikt zal gaan worden, maar ja, wie weet vliegt er nu al een wilde bij langs die denkt van ik ga daar een nachtje schuilen. Dat weet je niet.